Ik voel me raar, ik voel me heel ontheemd. Wie heeft me hier geleend? Heel alleen in Heerenveen. Kijk ik dwars door mezelf heen. Mijn schaduw weg, mijn ziel is zoek. Wie heeft mijn ziel gezien? Hallo, ik ben Jaap Boots, ik kom uit Amsterdam. Ik ben geboren in Bergen, Noord-Holland. Ik maak Nederlandstalige Amerikanen. Dat is eigenlijk de kortste omschrijving van mijn muziek. Muziek uit de Verenigde Staten, dus gebed in de country en western, de blues, de rock'n'roll, de rockabilly, de soul, de rock, noem het maar op. Dat had ik de blues al genoemd, blues is erg belangrijk. En dat is, daar maak ik een soort mengvorm van, maar dan met Nederlandstalige teksten. Want ik vind eigenlijk die muziek het leukste om te spelen en het mooiste die ooit gemaakt is. Ik voel me ook het meest bij thuis. Je hebt bijvoorbeeld, als ik Hank Williams hoor of zo, Tony Joe White, dan denk ik, dat is mijn muziek. Toen ik in de Verenigde Staten was, ik heb een mooie motorreis gemaakt door het zuiden van de Verenigde Staten. Met Mark Stakenburg, een echte muzikale rondreis. Kan ik iedereen aanraden. Toen ben ik bijvoorbeeld in Memphis geweest, in Mississippi, bij het graf van Robert Johnson. En toen zag ik die kale, platte vlaktes en toen snapte ik ineens helemaal waarom ik van de blues hou en waarom ik van de Amerikaanse country en western en dat soort muziek hou. Het is gewoon, die komt uit een plek die superveel lijkt op het land waar ik vandaan kom. Ook plat en af en toe een heuveltje, af en toe een bosje. En zo zit het geloof ik in elkaar. De tijd lijkt hier stil te staan. In de man leeft nog het kind. Dat in het gras een knikker vindt. Kom aan het oude hoofd. Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met het matchen van mijn teksten op die Amerikaanse muziek. Het gaat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Het was wel een grote oversteek. Want ik heb ooit, toen ik begon, maakte ik eigenlijk voornamelijk Engelstalige muziek. Totdat ik een keer in het voorprogramma van de Truck en de Keks speelde. De beroemde Nederlandstalige rockband onder leiding van Rick de Leeuw. En die zei tegen mij, toen ik van mijn voorprogramma af de coulissen inliep, langs hem, zei hij van, wat is dat voor gelul over katoenvelden en cotton fields en Memphis? Je woont in Nederland, man. En toen dacht ik, eigenlijk heeft hij helemaal gelijk. En toen heb ik eigenlijk mijn band opgedoekt, vrij kort daarna. En ben ik Nederlandstalige liedjes gaan maken, omdat ik dacht, dan kan ik veel dichter bij mijn eigen ziel komen. En volgens mij ben ik daar nu wel redelijk in de buurt. Helemaal naar Duinvermaak. Heerlijkheid. Heerlijkheid. Het is een gaandeweg een plaat geworden die gaat over bergen, over Nederland, over identiteit, over de dood, eigenlijk over de grote vragen des levens. In het nummer Heerlijkheid, daar probeer ik eigenlijk gewoon een soort wandeling door bergen te maken. En alle straten en platen te noemen, net zoals de Beatles, Engelse band overigens, de Beatles met Penny Lane deden, weet je. Dat je je eigen roots neemt als uitgangspunt om toch iets universeels te vertellen. Namelijk dat je, als je oud bent en terugkijkt op waar je vandaan komt, dat je dan tot een soort hernieuwd inzicht komt en denkt van, wauw, dat is eigenlijk gewoon een hele bijzondere plek waar ik vandaan kom. Ik hou eigenlijk van die roots. Het is eigenlijk heel rootsy muziek. Ik hou van die achtergrond. Dit is de klei waar ik uit getrokken ben en dat moet ik niet ontkennen. Dat moet ik eigenlijk omarmen, want het is eigenlijk heel bijzonder. Maar ik liep hier met Marjolein. Daar ijsjes op het plein. En het vliegveld bij de. Volgens mij is blues. De blues according to Jaap Boots is een man met een gitaar die er geen doekjes om wint, maar eerlijk vertelt wat er met hem of haar aan de hand is. Mag ook een vrouw zijn. Gewoon iemand die zegt van, this is what life is all about. Geen sprookjes, geen rookgordijnen, geen leuke lichtshow, geen danseresjes. Nee, echt puur een verhaal uit het hart en uit de ziel. Waar de luisteraar zich dan vervolgens ook mee kan identificeren. Denk van, oh shit, dat heb ik ook. Dat begrijp ik. In plaats van,
een grote held te zijn, een soort superster op een podium die ver weg is en onaanraakbaar. Iemand die heel dichtbij je staat en je eigenlijk bij de hand neemt en zegt, hé, hey, wat jij hebt meegemaakt, dat heb ik ook meegemaakt en dat maakt ons mens. En het is pikken donker, maar ik ben niet meer bang. Met links de zee, rechts de Daan en voor me uit het strand. Ik heb links de zee en ik heb rechts de Daan. Ik was een fan van Thin Lizzy, ik was een fan van Status Quo. Ik hield ook heel erg van punkmuziek, Stranglers, Sex Pistols, The Talking Heads met name, als puber. En Jonathan Richman. En op een gegeven moment hoorde ik van, want ik was erg met muziek bezig, zei iemand tegen mij van, weet je wat ook hele goede muziek is, is de blues. Nou, de blues ken ik alleen maar van Blue For You van Status Quo, het album. Want daar stond een nummer op, dat heette Blue For You. En het was een plaat die getrokken was uit de blues. Dan dacht ik, ja, die blues, daar moet ik dan misschien een keer een soort onderzoek naar doen, zou ik maar zeggen. We moeten toch eens een keer weten wat het is. Dus ik ging naar Concerto, want ik woonde net in Amsterdam. Daar hadden ze tweedehandsbak en er stond een plaat in de bak en die heette Underground Blues. En er stonden voor mij allemaal onbekende namen op, namelijk Muddy Waters, Johnny Hooker, Memphis Slim. Nou, noem ze allemaal maar op, weet je, echt de grote naam van de blues die voor mij op dat moment allemaal onbekend waren. En ik zette die plaat op en het waren dus echt gewoon een soort greatest hits met de beste bluesnummers. Dat je Can't Be Satisfied, King B, Boogie Chillin' van Johnny Hooker. En ik hoorde die plaat en het was alsof ik in mijn reet werd gebeten. Zeg maar, wat is dit? Ik was, vanaf dat moment begreep ik de blues en ik dacht ook, dit is muziek voor mij. Die, met name Johnny Hooker, die stem van die man met die gitaar. En die, ik dacht, wat is dat? Een voet op de vloer en een gitaar. Speelt er nog iemand anders mee? Nee. En het blijft maar één akkoord. En toch was het geweldig. En toen, ja, toen was ik helemaal om. En vanaf dat moment ben ik blues gaan luisteren en... Ja, heb ik blues. Terwijl ik ook van heel veel andere muzieksoorten hield en met allerlei andere muzieksoorten bezig was, is de blues altijd een basis gebleven bij mij. Nog steeds, ik zet het heel graag op. Als je naar een show van mij komt, ik tour voornamelijk solo. Maar ik zou het ook graag met de band doen, maar als je mij ziet, dan zie je Jaboots met zijn verhaal. En hij probeert je aan te raken met dat verhaal en te kijken van, hé, hey, wat ik meemaak, dat maak jij ook mee. We zijn mens, we zijn broeders, we maken dingen mee. Mensen gaan dood, het leven zuigt af en toe, je hebt tegenslag, je hebt vermoeienis, je hebt dromen, je hebt verlangens. Je wilt misschien iets voor elkaar krijgen, maar je weet niet hoe. Soms ben je in de war en dan vraag je af, heeft iemand mijn ziel gezien? Wie ben ik? Waarom doe ik dit allemaal? Nou, als je met dat soort vragen zit, dan kan je bij mij terecht. Ik ben eigenlijk een preacher, man, gewoon. Ik ben gewoon een country western rock'n'roll preacher. Terug naar Zee is eigenlijk een country rock opera. Dat zou je eigenlijk wel zo kunnen zeggen. Het is gewoon, ja, het is eigenlijk zo'n soort opera. Het is een verhaal. Als je de plaat beluistert, Terug naar Zee, dan zul je merken dat je wordt meegenomen op een kweeste. Een zoektocht van iemand, misschien ik, misschien jij zelf, die zijn ziel kwijt is en bedenkt, waar kom ik eigenlijk vandaan? Wie ben ik? Wat zijn de zaken in het leven die ertoe doen? Dankjewel.